In juli 2000 vertrokken de vrienden Wilco Kamphorst en Niels van den Berg voor een vakantie naar Australië. Beide jongens verdronken bij Potter Point, de rotsachtige kust in de buurt van Sydney. Wilco Kamphorst speelde bij de christelijke muziekvereniging TOG Het Harde, Euphonium, en zijn vermissing maakte bij de leden veel emoties los. Met name doordat Wilco's lichaam niet meer is gevonden, ontstond binnen de muziekvereniging de behoefte om de herinnering aan Wilco levend te houden. Er werd besloten tot het geven van een compositieopdracht over deze dramatische gebeurtenis aan componist Leon Flix. Deze is erin geslaagd het gebeuren rond Potter Point op indringende wijze muzikaal weer te geven. Ik wens de jeugd van Varen Altena Woudrichem onder leiding van Ron van Vuren heel veel succes.
Mm-hmm.